Met minister Albert Ramdien van Bibbes hebben wij vandaag ook gesproken over die Tory van Nieuw-Zurvin. Isabi dat vorige week of 2 weken geleden dan documenten en circulair dat op social media dat die Sernang Botekwang 2 miljard lening, Amerikaan dollar lening namens Zurvin. En we betakken aan de minister van Tories Dong. Ook toe untaki abra at pistori fu a ambassade sang bo opo na in Israël en minister takfatori de en untak ook toe abra at buitenlands beleid. Dis na de straat. Nieuw-Zurvin bestaat niet meer. En de MOU is geëxpireerd. We zijn nooit ingegaan meer op het aanbod. Er zijn verschillende aanbiedingen gedaan. Er worden nog steeds aanbiedingen gedaan. Dat is een continu proces. Met deze hebben we verder gesproken, er is een MOU uitgekomen. Maar toen op dat moment was IMF, het IMF-traject niet duidelijk. Dus wij zochten naar middelen om de schuldenlast te verlagen, de kosten van de schulden. Want we praten over een rente van 13% tegenover ongeveer 1,5%. Nou, we hebben dat geprobeerd. Tegen de tijd doen het mogelijk zou kunnen worden, was het probleem met Nieuw-Zurvin al bekend. Daar zijn procedurele fouten gemaakt. Dat hebben we gecorrigeerd. Maar toen uiteindelijk alles rond was, was het niet meer nodig. En niet meer mogelijk, ook omdat het IMF-programma alleen onderhandeling was. En onder het IMF-programma mogen we niet lenen. Ook niet om andere leningen af te betalen. Dus dat is de situatie. Er is een uitgebreid persbericht uitgegaan. De president zal daar verder uitspraak over doen. Vergeet u één ding niet, vanaf september 2020 is de regering begonnen een herstelplan op te stellen. En we zijn eigenlijk toen al begonnen met het uitvoeren van het herstelplan. IMF is pas later erbij gekomen, pas in december 2021. We zijn pas 6 maanden bezig met IMF. Waarom is, want dat betekent, dat wat ik daarmee wil aangeven is, we zijn inmiddels begonnen met de hervormingen en de herstructurering op eigen kracht, met eigen middelen. Zonder cent van buiten. In principe zou je zeggen, en ik heb die, het is geen grap, maar ik heb wel die opmerking gemaakt. Als we nog een jaar moesten wachten op IMF-onderhandelingen, dan waren we misschien klaar met onze herstructurering. Op eigen kracht. Maar wat belangrijk is, de crediteuren vragen wel dat als we gaan naar een herschikking, dat je overeenkomst hebt met IMF. Dus dat is internationaal een eis geweest. Tweede is, vanwege onze slechte reputatie, ook onze slechte financiële reputatie, is het hebben van een overeenkomst met IMF, geeft dat een stukje vertrouwen. Het is een internationaal gerenommeerd monetair instituut en het geeft vertrouwen. Daarnaast moet ik zeggen, omdat er precies wordt aangegeven elk kwartaal wat je moet doen, is er ook een stukje discipline dat van je vereist wordt om uit te voeren. Omdat het model is opgezet met een beginsituatie, zoals het is, en waar je naartoe wil. En zij houden dan elke maand goed bij om naar dat punt te komen. Dus je kan niet afwijken. En om dat te kunnen doen, is het goed om continu begeleid te worden, continu erop gewezen te worden en continu geëvalueerd te worden. Dus die overwegingen zijn belangrijk. Aan de ene kant de noodzaak om internationale schulden op te lossen. Onze reputatie was helaas niet goed toen. En het feit dat we discipline hebben, moeten demonstreren, maar ook een plan hebben om dat moment van herstel te kunnen bewerkstelligen. Weet u, ik ga het herhalen. Dit is volgens mij de 4e keer dat we deze exercitie doen. De 4e keer als land. De bevolking moet dit niet vergeten. Het kost je misschien 2-3 jaar om een economie volledig kapot te maken, maar het kost je 10 tot 15 jaar om het weer op te bouwen. Echt waar. Het is net een orkaan die over de hele samenleving gaat, de hele economie. Het kost daarna weer 10 tot 12 jaar. Dit is de 4e keer. We moeten wel beseffen dat we dit nooit meer moeten meemaken. Want de hele samenleving, een hele generatie, leeft nu eigenlijk onder moeilijke omstandigheden. Terwijl we een mooi land hebben met enorm goede perspectieven. Veiligheid moet gegarandeerd zijn, democratie, mensen moeten lekker kunnen leven, kunnen recreëren, hun inkomen moet gegarandeerd zijn.
De bestedingen moeten goed zijn. Als je wil werken, dan kan je verdienen. Nou, onder deze omstandigheden is het inderdaad moeilijker. Omdat we iets moeten herstellen. Maar dit is de vierde keer. De intentie om een ambassade in Israël op te zetten schijnt niet een issue te zijn. Daar is vaker over gesproken. Er is een noodzaak in termen van de samenwerking. Maar uiteindelijk waar het gaat komen, dat zal afhankelijk zijn van verschillende overwegingen. Jeruzalem is iets dat de Israëlische regering graag zou willen. Dat is ook iets wat we hebben meegenomen. Als het elders moet, op grond van onze eigen overwegingen, dan doen we dat. Er is absoluut geen discussie daarover wat ons betreft. Daarom zeg ik, we moeten ons focussen op zakelijke en nuchtere argumentatie. En daar richt ik me op. Uiteindelijk gaat het om het Surinaams belang. En dat betekent dat nationale visies meegenomen worden in dat traject. Heeft u aangegeven dat u de regie niet meeneemt in de buitenlandse? Nee, ik denk dat dat ook een verstandig aanpak is. Kijkt u, als we religie en staat zijn al gesepareerd sinds lange tijd. Omdat het, wanneer je met name in een diversiteit aan culturen, etniciteiten, religieën leeft, kan het niet zo zijn dat religie leidraad of richting geeft aan het beleid. Dat kan niet. En daarom, religie en staat zijn altijd separaat geweest, ook bij ons. En dat, ja, en dat is wel jammer natuurlijk dat er oorlogen gevoerd moeten worden. Uiteindelijk weten we dat alle oorlogen ook aan de tafel worden opgelost door middel van diplomatieke gesprekken. En dan komen er oplossingen. Het is jammer. Laat ik dat duidelijk zeggen, ik ben voorstander van vrede. Ik ben voorstander van dialoog. Ik ben niet de persoon die zegt van de een moet de ander overheersen. We zijn wat dat betreft een voorbeeld voor de wereld. En dat voorbeeld gaan we moeten propageren, omdat dat duidelijk nodig is. We zien wat voor misère er is in de wereld. Ik denk niet dat het goed is voor geen enkel volk, geen enkel land, ongeacht welke religie, dat dit soort situaties ontstaan. En uiteindelijk, je ziet wat de consequenties zijn van de oorlog in Oekraïne. We kunnen onze mening erover hebben, we kunnen het afkeuren, we hebben het afgekeurd, dat is het Surinaamse standpunt. De hele wereld keurt het af. Maar uiteindelijk zie je wat er gebeurt. Er is misère voor de Oekraïners. Vele mensen zijn overleden. De bevolking is helemaal displaced. Dus niet meer in hun eigen land. Ze moeten vluchten. Afgezien van die misère wat tientallen jaren gaat kosten om weer het land op te bouwen. Omdat er miljarden aan schade is toegebracht. Zitten we met het probleem van de wereld. De olieprijzen, de inflatie, de voedselvoorziening. Dus ik vind persoonlijk, maar dat is ook hoe ik opereer in mijn werk, vredelievend, zoeken naar oplossingen, dialoog. Anders heeft het weinig zin. We praten er vaak makkelijk over, het in actie brengen. Conflict is nooit de beste manier om een stukje rust en stabiliteit te creëren. Het buitenlands beleid is duidelijk de verantwoordelijkheid van de president. Dat heb ik niet alleen ontkend, dat moet ik gewoon accepteren, dat is zo. Zo is onze grondwet, daar respecteren we ook voor de grondwet. Maar wanneer we praten over het versterken van onze aanwezigheid in het buitenland, dan praat je met collega's over verschillende opties. En het openen van een ambassade in Israël was een optie. Dat er een discussie nu is over waar de locatie precies is, dan nemen we alle aspecten mee en dan zullen we kijken of dat haalbaar is of niet. Als dat niet haalbaar is, dan leggen we er ons gewoon bij neer. Dat is ook onderdeel van beleid. Deze regering is niet zo van, we moeten dit doen omdat we het gezegd hebben. Nee, als er overwegingen zijn die tot een ander besluit moeten leiden, besluit bedoel ik in dit geval mijn uitspraken, dan leggen we ons daarbij neer. En als de president zegt van, op grond van deze overweging is het beter op dit moment dit te doen. Overigens, de Israëlische regering is gevallen. Dus voor ons is er ook geen haast. Overigens, ik heb ook altijd gezegd, er is een proces voor het opzetten van een ambassade. Het neemt maanden, soms een heel jaar, voordat je dat doet. En dat heb ik altijd gezegd. We hebben gezien, Marokko zijn we vorig jaar mee begonnen. Is pas dit jaar tot stand gekomen. Essentie moet zijn, en daar focus ik me op, en dat bedoel ik met zakelijk en nuchter. Wat is het belang van Suriname?
Suriname heeft de achterstand internationaal voor betreft onze reputatie. We hebben partners nodig, we hebben vrienden nodig in de wereld. Ons beleid is om vrede en veiligheid en goed bestuur uit te dragen. Dat doen we. En ik weet niet wat daar mis aan is, maar dat is wat ons beleid is. En als het betekent dat we dus relaties moeten aangaan door vestigingen, dan moeten we dat doen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat er kosten aan verbonden zijn. Maar ik heb aangetoond dat die kosten ook terugverdiend worden. Zelfs meer dan dat nog. De straat.